Wil je zien hoe ik mezelf klaarmaak voor werk? Blijf kijken! Dag allemaal, ik ben Michaïra, welkom op mijn kanaal. Vandaag gaan we natuurlijk kroeshaar ervaren. Let maar niet op mijn haar. Ik heb gisteren mijn haren geweefd en zoals je ziet, ik heb er niks mee gedaan. Het is super droog. Zo kan ik dus echt niet naar werk. In deze video laat ik je zien hoe ik mijn haren stel voordat ik ga werken. Voor deze stijl gebruik ik de curling cream van Good Hair, wat water en een Denman brush. Het doel van vandaag is een mooie bos op zichzelf staande krullen. Ik werk per weefbaan. Dat is voor mij overzichtelijker en zorgt ervoor dat de haren in elke baan op zichzelf krullen, zonder dat het haar van een andere baan erin gaat. Ik ga ervan uit dat ik dan daardoor meer volume krijg. Eerst een baan goed nat maken, niet druipend nat, maar nat genoeg. Daarna het water in laten werken in mijn haar. En nu dat gedaan is, breng ik een beetje curling cream aan op mijn haar. Wanneer de curling cream helemaal ingetrokken is, kam ik de haren met een Denman brush. Kijk, daar zie je de krullen al. Mooi hè? Dit ga ik dus blijven doen over mijn hele hoofd. Nu de voorkant. Het proces blijft precies hetzelfde. Eerst mijn haren nat maken met water, water in laten trekken, curling cream aanbrengen en dan uitkammen. Bij mijn pony zorg ik ervoor dat de haren op de juiste plek vallen.
Nu ik helemaal klaar ben, schud ik de haren zodat de haren vallen waar ze natuurlijk willen vallen. Laatste stap is drogen van mijn haar. Hiervoor gebruik ik de diffuser opzetstuk. Dit zorgt ervoor dat de krullen netjes als krul opdrogen. Je haar waait dan niet overal naartoe en de krul blijft dus intact. Het gaat niet door de war. Zie je hoe verveeld ik kijk? Bij het doen van mijn haren heb ik altijd zo'n fase dat ik denk, waar ben ik aan begonnen? Ik heb nog zo lang te gaan. Dit keer had ik dat aan het begin, toen het me een goed idee leek om per baan mijn haren te gaan stylen. En nu heb ik dat weer bij het drogen van mijn haar. Maar goed, het resultaat telt en wat een geweldig resultaat, al zeg ik het zelf. Ik ben er heel blij mee, maar dat zie je ook wel. In ieder geval, binnen ben ik er super blij mee. Zodra ik zometeen naar buiten loop, ga ik me afvragen of het niet te veel van het goede is en hoop ik dat ik niet al te veel opval. Stom, hè? Maar goed, ben blij met het resultaat en nu door naar werk. Als dit video's zijn die jou aanspreken, like deze video, deel deze video, abonneer op mijn kanaal zodat je geen enkele video mist. En tot de volgende keer!